Inge Vervotte verdwijnt uit de wetstraat. Zodra er een nieuwe regering is, gaat ze een VZW leiden, die ziekenhuizen en een aantal andere zorgcentra beheert. Ik heb voor mezelf altijd de keuze gemaakt dat ik niet het soort van politica wou zijn die voor de rest van mijn leven aan politiek wou doen. En het is nooit het juiste moment om zo'n beslissing te nemen. Maar ik wou ook niet op een dag wakker worden en vaststellen, ja, nu zit ik er zo lang in dat ik er niet meer uit kan. Vervotte wil niet gezegd hebben dat ze de politiek beu is. Maar als federaal minister heb je tegenwoordig weinig slagkracht. En Vervotte wil meer aan beleid gaan doen, minder aan politiek. Politiek is heel erg gerelateerd aan perceptie. En ja, ik ben iemand die heel erg graag concreet op het terrein realistisch zoekt naar oplossingen. Inge Vervotte raakte bekend als vakbondsvrouw tijdens de ondergang van Sabena. CD&V haalde haar binnen en maakte haar 3 keer minister. De partij verliest met Vervotte een groot stemmenkanon, net nu ze het zo moeilijk heeft. Toen CD&V nog de grootste was, profileerde Vervotte zich graag als stille werkkracht. Het is duidelijk dat je dat moet doen wanneer je de eindverantwoordelijkheid draagt. Nu gaan wij één van de vele spelers zijn in een regering. En dan moet je toch wel wat assertiever en communiceren. Vervotte voelt zich blijkbaar minder thuis in een kleinere, radicalere CD&V. Ze is nog maar 33 en toch vindt ze dat de partij maar nieuwe gezichten moet zoeken.